Kijkers van Loek TV, welkom bij deze uitzending. We zitten in het oude raadhuis, moet ik zeggen. En het ziet er fantastisch uit. U weet, dat is verbouwd. Maar het is vanmiddag nog veel mooier, want er zijn prachtige hoeden te bewonderen. En waarom dat is en wat hier allemaal aan de hand is, dat gaan we vragen aan Jackie Habert. Jackie, goedemiddag. Hallo. Je hebt een internationale hoedenwedstrijd georganiseerd. Dat is niet niks. Even de voorgeschiedenis daarvan. Hoe is dat allemaal begonnen? Ik ben in 2000 begonnen in het gemeentemuseum in Den Haag. Daar heb ik de eerste hoedenwedstrijd georganiseerd. En dat sloot dan aan bij een expositie in het museum. In 2002 de volgende. En in 2004, het gemeentemuseum werd wat klein voor de enthousiaste mensen eigenlijk die allemaal kwamen kijken, ook voor de shows. En in 2004 zijn we dus uitgeweken naar Keukenhof. En daar heb ik dus een expositie en een wedstrijd gemaakt over growing heads. Dus gebaseerd eigenlijk op de bloemen. En ja, Keukenhof staat bekend om zijn bloemen natuurlijk. Dat was een succes. Veel publiciteit, veel mensen die ernaar kwamen kijken. De jaren daarna is de hoed van ondergeschikt belang geweest voor de exposities daar. Maar dit jaar hebben we dan weer een nieuwe wedstrijd uitgeschreven. En dan is nu het thema Royal Heads. En dat komt eigenlijk omdat kroonprinses Victoria Keukenhof komt openen. Omdat Zweden, Linnaeus, is het thema van dit jaar. En Linnaeus was een bekende bioloog, volgens mij. En Keukenhof biedt daar natuurlijk heel veel aandacht aan. En dan is er ook een foto-expositie over planten. Dus vandaar dat we eigenlijk dat koninklijke thema voor de hoeden erbij gezocht hebben. En daarvan zijn dus uit Europa gewoon een heleboel aanmeldingen binnengekomen. En die staan hier nu. De mensen die jou nog niet kennen. Je woont zelf in Schiedam. Hier op de Grote Markt hebben je atelier. Sinds wanneer maak je zelf al dameshoeden? Het is nu ongeveer 14 jaar dat ik werk. Ja. Merk je nou in die afgelopen 14 jaar dat het dragen van een hoed toeneemt? Of verandert dat? Of zit daar een soort groei in? Nou, het gaat eigenlijk een beetje op en neer. Dus dat zie je ook een beetje bij de bruiden. De ene keer dragen ze veel hoeden en de andere keer dragen ze weer de sluier. En je ziet wel dat 10, 15 jaar geleden droeg eigenlijk bijna niemand een hoed. En je ziet wel dat dat steeds meer het geval is. Gelukkig zijn er ook veel meer vrouwen op Prinsjesdag aanwezig. En ik hoop dat dat er steeds meer worden. Want dan is het ook echt dan om een hoed te dragen. Maar ook met feesten en partijen zie je dat steeds meer mensen toch kiezen voor een hoed of voor een hoofdsieraad. Dus nou, heb je eigen atelier, je bent druk bezig. Dat organiseren van al die wedstrijden, is dat nou, doe je dat nou omdat je dat leuk vindt? Of is dat de manier bijvoorbeeld om in hoedenland een naam te maken? Nou, in hoedenland maak je naam door gewoon kwaliteit te leveren, door gewoon goede hoeden te maken. Dat natuurlijk op de eerste plaats. Maar ik doe dat eigenlijk omdat ik de hoed wil promoten. En ik vind het gewoon belangrijk dat je ontwerpers uitnodigt en uitdaagt om een hele goede hoed te maken. Dus om met een ontwerp aan de gang te gaan en om wat meer te laten zien dan alleen een goede draagbare hoed. En ik vind ook dat het publiek eigenlijk ook opgevoed moet worden, om het zo even te zeggen. Dat ze weer eens leren van wat is een goede hoed, hoe zet je een hoed op. Want dat weet tegenwoordig bijna niemand meer. Is nou een misvatting om te zeggen dat veel dames en misschien ook veel heren geen hoed dragen omdat hun haar dan niet meer goed zit? Ja, dat is altijd een goede smoes. Ja, maar ja, dat werkt niet, want als je een hoed hebt die goed past, dan zit je haar ook nog goed. En dan haal je je handen door je haar en is het weer oké. Dus dat is echt een slechte smoes. Heeft zeg maar het product de hoed, hè, dan speciaal voor dames, heeft dat nou een uithangbord nodig? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat jullie heel erg blij zijn met prinses Máxima. Ja, tuurlijk. Ja, zij is toch wel trendzettend. En doordat zij heel extravert is, en dat zie je ook in haar hoeden. En dat zegt haar hoedemaakster dus in feite ook. Van Máxima vindt alles leuk, hoe groter, hoe beter. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgische prinses, die dus alles klein wil. En ja, zij is toch wel toonaangevend. Want je ziet ook dat Máxima is een beetje begonnen met al die verentoefjes op haar hoofd. En je ziet ook echt dat mensen komen, klanten van, nou, ik wil zo'n verending voor op mijn hoofd zoals Máxima had of zo. Dat zie je echt wel. Ik zie het wel eens op de televisie wanneer de dames uit de politiek voor een gelegenheid bij elkaar komen. En dan lopen erbij, die hebben de euromast op de hoofd. En het kan niet gekker. Is er voor jou wel wat dat betreft een grens? Ja, ik vind dat dus niet kunnen. Nee, ja, het is een grapje. Maar ik heb zoiets van, oké, het is prima om af en toe eens een grapje te maken. Maar ik vind als je uitgenodigd wordt in feite door de koningin om daar naartoe te komen,
behoor je ook netjes te gedragen. Dat doe je ook als je bij iemand anders op visite gaat. Dus maak dat statement dan tijdens de verkiezingsstrijd of doe dat op een andere manier. Maar niet dan, want dan iedereen die gaat naar een couturier laat een pakje maken. De meesten laten er een mooie hoed bij maken en dan denk ik van ja... Het is leuk om zo de aandacht te trekken, maar doe dat op een andere manier. Nou, de wedstrijd is te zien, dus alle hoeden van de wedstrijd zijn te zien van 22 maart tot 20 mei in het Julianenpaviljoen te Keukenhof. En op 9 april worden alle hoeden geshowt. Dan is ook iedereen welkom met hoed op Keukenhof. Dan is er ook nog een andere jury om alle hoeden van het publiek te becommentariëren. En er zijn er ook prijzen voor beschikbaar. Op 9 april wordt ook de winnaar bekendgemaakt, die dus vandaag uitgezocht wordt. Ja. En er is nog de mogelijkheid voor het publiek om zelf ook mee te stemmen. En die prijs wordt aan het eind van de expositie ook bekendgemaakt, ook via de publiciteit. Marianne, goedemiddag. Ja, goedemiddag. In welke hoedanigheid ben je vanmiddag aanwezig? Je hebt kennis van hoeden, neem ik aan. Ja, ik maak al 45 jaar hoeden. En voor heel veel bekende mensen, veel couturiers in Nederland. En daarnaast geef ik ook heel veel les aan aankomende en gevorderde hoedenmakers. Dus het is gek om misschien van jezelf te zeggen, maar in Nederland ben ik wel een van de bekendste hoedenontwerpers. Op bepaalde gebieden, laat ik het zo zeggen. Wat zijn nog meer grote namen in Nederland? Mirjam Nuver bijvoorbeeld, die heeft weer een heel andere stijl. En Eugenie van Oorschot, dat zijn eigenlijk wel ook de bekendste. En we zijn wel alle drie heel verschillend in stijl en techniek. Ja. Houden jullie elkaar nou bijvoorbeeld in de gaten? Jawel, en we hebben ook een heel goed contact met elkaar. En zoals Eugenie had pas een jubileum. Die zit in het Nederlands Textielmuseum. En dan ga ik daar ook heen. En dan spreken we af. En laatst kwam ze bij mij om over iets te praten. Ze wilde gaan lesgeven. En wilde toch een beetje van mij weten hoe of wat. En Mirjam die heeft wel eens foto's gemaakt van mijn hoeden. Die kan goed fotograferen. En je hebt wel eens bepaalde vragen of dingen. En dan... Dat is heel leuk in Nederland. En nu heb ik het over deze. Maar we hebben een hele grote groep hoedenmakers die heel goed met elkaar omgaat. Ja. En onder andere Shaki ook. Wij hebben vaak contact over diverse dingen gewoon. Dus. Schiedams talent. Ja. Je moet straks jureren. Ja, het is moeilijk om dat uit te leggen, denk ik. Maar op basis waarvan doe je dat nou? Nou ja, in de eerste plaats is het thema Royal Heads. Dus het moet natuurlijk wel bij het thema passen. En dan is het ontwerp is natuurlijk belangrijk, dat het een goed ontwerp is. Kijk, je kan wel een mooie hoed maken die op een gewone doorsnee of een trouwerij heel goed zou staan. Maar voor zo'n expositie moet je toch wel proberen een beetje een bijzonder ontwerp te maken. En dat moet technisch ook goed uitgevoerd worden. Ja, kijk eens, we zijn even naar het andere zaaltje gegaan, waar je normaal gesproken zit als je gaat trouwen en je bent nog niet aan de beurt. Zal maar zeggen, het zweetkamertje. Maar dat is veranderd. Er staan hier prachtige hoeden en naast mij staat Louis en hij is uit Engeland. Ja, we moeten het even voor u vertalen. Louis, welkom in Schiedam. Thank you very much. Very kind of you. This is your creation. Your creation for queens and princess. Can you tell us something about your creation, please? Well, my actual inspiration is she is called Queen of the Night, and she's a very dramatic prima donna lady. But she's like the queen of beauty, you know, or like the goddess of beauty. She's like Venus. So what happens is men are lured by her beauty, her innocence, her charm, her flawless skin. But then, like the Medusa, if the man comes too close, she turns her eyes to them and turns them to stone. So there's a lot of theatrical drama. Yeah. How many times does it take for you to design, to create such a beautiful thing? It all depends on, from the moment I have my dream or my inspiration or the vision, it can take from days to weeks to months. And on some occasions, I've actually made some pieces where it's taken years because I've collected certain items to put on the incorporation of the hat. So I travel around the world to exotic places from Bird Island in Seychelles, Thailand. So I'm always constantly sourcing products. Is it for you an advantage that you come from a country with the queen and the queen mother who wears beautiful hats?
Absolutely, and not only that, but I'm quite proud of the, you know, I feel as if I'm still a guest in England, because I originally come from Mauritius and then from Africa. So for me, England has adopted me as a guest, and for me, one of the biggest prides England has is the wonderful rich heritage of royalty. Not only that, but we have a royalty that they're almost dysfunctional in a sort of unobtainable way. They're so far removed in many ways from normal public, which I find makes them fascinating. Some the media and the press might criticize us, but for me, I think this is quite a wonderful royal family to have, because they are far removed, and that's why we aspire and look at them, and that's why we find them so interesting. What do you think about our Queen Beatrix and our Princess Maxima? They wear beautiful hats too, I think. Well, I think every country should have someone who's iconically looked at and is looked at for style, because that also inspires creatives and designers and hat designers. So it's a wonderful support to the industry, because I know myself, when I have a high-profile client or a celebrity, if I get an order or commission, it gets me excited and the creativity becomes much more. Is it for you more difficult to design, to create such a beautiful thing for a queen than for a housewife? No, everyone's got their inner beauty. I mean, every individual that I see, there's a beauty in them. Some clients come to me, some ladies come to me, and they say, I possibly could not wear hats. But by the time we leave the door, they're beaming with excitement to wear a hat. So you, as a designer and as a bespoke couture designer, within the few minutes I spend with a client, it's important that I can absorb their character, understand their feel, their personality, because for me, I want them to walk out and feel special. And every lady deserves to be made to feel special, for sure. Thank you very much. Ja, en nu wordt het spannend, want zoals Jackie al zei, het is internationaal. Naast mij zit Fabienne, zij spreekt Frans, maar ze wil, als het heel erg goed lukt, ook een beetje Nederlands praten. Fabienne, bienvenue à Schiedam. Bien bedankt. Vous avez fait, u hoort het trouwens, hè. Ze probeert het Nederlands te praten. Je hebt de hoed die je draagt zelf gemaakt. Tu as fait le chapeau toi-même. Kan je wat over die hoed vertellen? Est-ce que tu peux raconter quelque chose de ce chapeau? Deze hoed is een inspiratie van een hoed dat de prinses Maxima heeft gedraagd. Het is een hoed dat ze vindt dat zo leuk, omdat de hoofd, de calotte, is een beetje speciaal, een beetje, niet cowboy, maar borsalino. Maar met een mooie vorm. En ik heb deze hoed in zwart gemaakt. En ook met deze calotte voor een zo belangrijke race met de koningin Beatrice in Argentina. En in Argentina, ze vindt dat zo leuk, dat een beetje, niet cowboy, maar een hoed die ressembleert aan de hoed van de Argentiner. Is Maxima voor u een groot voorbeeld van een vrouw die een hoed draagt? Est-ce que Maxima est un grand exemple pour le monde entier des femmes qui portent des chapeaux? Ja, voor mij Maxima is als een muus in Frans gezegd. Ze beweegt zo goed, ze draagt zo op een manier zo elegant, zo spontaan, dat voor mij, als ik maak een hoed, ze sublimeert mijn hoed. En voor mij is zo blij. Ik ben zo blij dat ik maak goed voor haar, omdat ik kan altijd nieuw materiaal gebruikt of vorm te proberen. En ze zijn altijd blij om te zien andere dingen. Dus het is weer stimuleerd. Pour les femmes, pour les jeunes filles, de quel âge est-ce qu'on peut porter un chapeau? Voor de jonge vrouwen, op welke leeftijd ga je nou een hoed dragen? Als een baby, ik heb gemaakt de kleine hoed, bonnetje, voor de royal, de zoon van prinses Mathilde. Het is een beetje bonnet voor de doopje. Dus als ik ben zo klein, maar waarom niet? Ik heb een klant, mijn oude klant heeft, denk ik, 98 jaar oud. Dus ik vind dat zo leuk voor mij, omdat het is een klant, een vrouw die wil nog aan deze jaar
oud, nog elegant zijn. Mm-hmm. En dus, ik vind dat dat is de vrouwelijke. Ja. Een vrouw is altijd mooier met een hoed.